Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, laten we dus mee beginnen. Dat ik hoop dat je dat bord, dat je dat bespaard blijft tijdens dit interview. Want die vallen nog wel eens om, heb ik net gezien. Ja, maar het begint hier wat te stormen. Maar er was vanavond in de wedstrijd ook bij vlagen, hè. Dus, het heeft hier zeker even gestormd vanavond, want jullie maakten het nog verrekte spannend, moet ik zeggen. Ja, dat was eigenlijk niet nodig. Maar het was wel een wereldgoal, denk ik, van die jongen, als je die op televisie kijkt. Maar ja, zonde dat dat gebeurde. Maar achteraf, nu je weet dat het 2-2 en met panels wint, vind ik het ook nog mooi ook. Hè? Want we hebben Maarten Pauwels in de basis, maar ook drie jonge jongens uit de jeugd die hun debuut maken. Kijk, en zij brachten de basis van de eredivisie in. En wij de jongens van onder 21, dus dat was wel leuk. Voor Pauwels natuurlijk mooi dat hij vandaag zijn eerste doelpunt maakt. Voor de jonge jongens, jij liet Gootjes volgens mij ook gewoon nog de eerste penalty nemen. Dat moet toch wel een hele... dan heb je echt veel vertrouwen in die jongens. Ja, maar ik twijfel niet aan die jongens. Ik twijfel nooit aan één speler van mij. Want dat mannetje komt naar me toe lopen. Hij zei, train, ik neem alleen. Ik zei, meen je dat? Ja, hij zei, ik neem alleen. Nou, ik zei, jongen, dan neem jij de eerste. Dus dat was ook klaar. Als zo'n mannetje zo bij me komt, dan wat maakt mij dat uit? Of speelt hij in onder de 17 of onder de 16? Ja, maar het is mooi voor de jeugdopleiding dat die jongens, hè, en dan praat ik over onder 21, onder 18, al die jongetjes, die dat is toch prachtig, maar dat die zo meedoen. En dat komt ook door het corona, hè, dat nu alles verandert. Maar dat is wel goed voor de club. Het was vandaag een wedstrijd waarin we twee, ik vind het een beetje oneerbiedig om B-teams te zeggen, maar waarin de twee B-teams aan de start stonden tegenover elkaar. Dan zie je maar weer dat in deze periode het heel belangrijk is dat je ook zoveel jongens hebt die je kunt laten spelen. Ja, maar dat zeg ik steeds. Ik praat niet over A of B, ik praat gewoon over mijn selectie. En mijn selectie speelt. En deze jongens speelden. Moet je eens kijken hoe mooi dat was, de eerste helft ook, hoe mooi ze dat deden. De manier van spelen en hoe we vrijkwamen, de acties voor de goal met maten. Ja, krijg je een ander type. Hè? Daar genoten kan van de eerste helft. Nou ja, dat zijn die laatste paar minuten die beide goals maken. Ja, dat is dan even vervelend. Maar achteraf is prachtig. Het was voor de neutrale kijker in elk geval een hele leuke wedstrijd op deze manier. Nou, dankjewel. Hebben we mooi aan meegewerkt. Maar het heeft wel energie gekost. Dus morgen maar even uitlopen.